Als je door de woestijn rijdt, dan neem je extra water mee. Als je niet wilt verliezen in een casino, dan gebruik je het halve cirkelsysteem. En in het Wilde Westen moet je het verschil kennen tussen Oost en West. En dat is makkelijk, want in het Westen gaat de zon onder. Nou, dat zijn zomaar enkele wijze lessen van Bassie en Adriaan. En die kennis komt nu mooi van pas. Want wij vervolgen onze roadtrip vanuit de bergen naar de Death Valley, Las Vegas, het Zion National Park, de Bryce Canyon en Page. Van de sneeuw in de bergen rijden we parallel aan de Sierra Nevada in nog geen 2 uur de woestijn in. We bezoeken de Death Valley. We rijden over kaarsrechte wegen door de woestijn. En het regent zelfs nog even. Het is met 38 graden goed warm, maar niet zo extreem warm zoals het hier in de zomer kan zijn. Uiteraard hebben we meer dan voldoende drinkwater bij ons. We bezoeken de plek waar Bassie een eitje op de motorkap pakt en de radiateur van de auto laat leeglopen om af te wassen. Dit punt ligt op de weg naar het uitkijkpunt Artist Pellet met de kleurrijke rotsen. En je ziet hier ook heel mooi de vallei liggen. Badwater ligt ruim 10 kilometer verder. Deze plek ligt 85,5 meter onder zeeniveau en het is het laagst gelegen punt van Noord-Amerika. Je kunt hier een stukje over de zoutvlakte lopen. En hier ligt ook het kleine, extreem zoute meertje. We bezoeken verder nog de oude verlaten mijn, een kleine canyon en het uitzichtpunt Zabriskie Point. Van hieruit rijden we verder door de woestijn naar de gokstad Las Vegas. We maken een uitstapje naar de historische Hoover Dam die op 3 kwartier rijden ligt van Las Vegas. Deze historische dam uit de jaren 30 van de 20e eeuw ligt op de grens van Arizona en Nevada. Hij is ruim 220 meter hoog en het is een icoon geworden van West-Amerika en de moderne bouwkunde. We rijden weer terug naar Las Vegas en bezoeken het huis van Siegfried und Roy, de oud-collega's van Bas en Aad. Aad heeft geregeld dat deze twee beroemde illusionisten een klein rolletje zullen spelen in de serie. Iets verderop in de straat waar het huis staat, wordt Bassie bijna aangereden door de auto van Siegfried und Roy. En sinds 2003 treden de mannen niet meer op nadat Roy zwaar gewond raakte tijdens de show. Las Vegas heeft een oud deel en een nieuwe strip. We bezoeken eerst het oude gedeelte waar enkele bekende hotels zijn gevestigd. Hier is een deel opgenomen van het lied Had ik nou maar nee of ja gezegd. Tegenwoordig is de hele straat overdekt en kun je er de hele dag vermaakt worden. En natuurlijk ook gokken. Via het Circus Hotel rijden we naar de strip. Onderweg zien we de show met de vulkaanuitbarsting liggen. En die kun je hier nog elke avond bekijken. We maken later op de avond een wandeling over de strip met alle lichtjes en bijzondere hotels. Overal zie je aandachttrekkende hotels en winkels. Je kunt hier een ritje maken in een achtbaan. Je ziet het Vrijheidsbeeld, de Eiffeltoren, Londen, Venetië en nog zoveel meer. En overal zijn er roltrappen om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken om een casino of een winkel binnen te stappen. De volgende ochtend rijden we door naar het Zion National Park in de staat Utah. In dit park loop je door een grote canyon en kun je zeer uitdagende wandelingen maken. Wij maken enkele wat kortere wandelingen en bezoeken fraaie uitzichtpunten. Bassie en Adriaan bezoeken deze canyon in de serie niet, maar ze rijden wel over de weg die door het park loopt en stoppen enkele keren voor wat opnames. Meer tijd brachten de heren door in de Bryce Canyon, dat op 2 uur rijden ligt van het Zion National Park.
Dit park staat bekend om zijn fel oranje rotsen en de hoodoes die door vorst en watererosie zijn ontstaan. In het oude plaatsje Bryce parkeerden Bassie en Adriaan en de boeven hun auto's en kocht Bassie een cowboykostuum. Hier is weinig veranderd in 26 jaar, op een likje verf en een nieuwe winkel na. Bassie en Adriaan verkennen de canyon op paarden. Wij besluiten om een wandeling te gaan maken. Het is een hele mooie route die door de rotsen slingert. Het enige nadeel is dat je elke meter die je naar beneden loopt ook weer naar boven moet klimmen. Maar het is er gelukkig niet zo extreem warm door de hoge ligging van het gebied. En weer boven aangekomen kun je met de pendelbus verschillende uitzichtpunten bezoeken. De volgende dag rijden we naar het plaatsje Page, net over de grens van Arizona. Onderweg maken we 3 korte tussenstops. De eerste stop is bij een nog vrij onbekende slot canyon. Dat is een door water uitgesleten smalle kloof. De rotsen die zijn rond, kleurrijk en glad. En binnen is het lekker koel. De tweede stop is in het plaatsje Kanab. Hier kocht Harry lijm, want hij had een ideetje om Bassie en Adriaan te vangen. En ook hier heeft de tijd stilgestaan. Zelfs de koets die staat er nog. De scène waar Harry de Baron MB-100 vastplakt aan de auto, die is net buiten Las Vegas opgenomen. De laatste stop die we maken is bij Lake Powell. Dat is een groot stuwmeer achter de Glen Canyon Dam. Hier vliegen Bassie en Adriaan in de serie overheen. Het is een bijzondere omgeving met rotsen en helder blauw water. Bij de dam krijgen we een voorproefje te zien van de kracht die de Colorado rivier heeft en hoe deze een canyon vormt. Deze canyon wordt steeds dieper en breder en vormt 100 kilometer verderop de Grand Canyon. In Page bezoeken we 2 grote slot canyons. Deze canyons liggen op het grondgebied van de Navajo-bevolking. Ook deze canyons zijn ontstaan door erosie. Als het een paar kilometer verderop regent, dan kan dit gebied nog altijd in no time overstromen. En dat kan behoorlijk gevaarlijk zijn. En daarom mag je niet zonder gids deze canyons in, want zij houden het weer goed in de gaten. En ook al is dit geen Bassie en Adriaan opnamelocatie, ik zou u zeker willen aanraden om deze canyons te bezoeken als je hier op vakantie bent. In de volgende aflevering reizen we verder en bezoeken we Monument Valley, de picknickplaats in de Grand Canyon, we maken een vlucht over de Grand Canyon en we bezoeken Hollywood. Vond je dit nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. En abonneer ook even op dit kanaal, want er komen nog meer afleveringen van Bassie en Adriaan locaties. Onder andere in Griekenland. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.